Vrouwenbasketbal in de hoofdklasse. De halve finales, game 2, die zijn vandaag gespeeld. Laten we beginnen bij de wedstrijd tussen Yellowbirds en het team van SCVU. Yellowbirds in het geel gekleed, SCVU in het rood. De eerste wedstrijd was gewonnen door Yellowbirds en Yellowbirds is de titelverdediger in deze competitie. Nou, Yellowbirds die heeft zich geplaatst voor de finale. Deze wedstrijd is vanmiddag gespeeld. Het is een hele spannende ontmoeting geworden. De ruststand was 31-29 voor de gele vogels. En de eindstand 79-66. Het was een vrij spannende ontmoeting, hier heel sportief. Vrij spannende ontmoeting, maar met deze overwinning heeft Yellowbirds zich dus geplaatst voor de finale. En is goed op weg om de titel te prolongeren. Shaniqua Pengel die scoorde het meest bij Yellowbirds. Ze scoorde namelijk 33 punten. En aan de zijde van SCVU was het Merel van Marika die echt wel op schot was. En in totaal 34 punten scoorde. Bij SCVU scoorde Ciara Amaisi 13 en Yeneska Lichon nog 8. Toen hebben Yellowbirds, behalve Shaniqua Pengel, ook Shaya Naarden 16 punten scoorde. En Gabrielle Fient die had er 14. Nou, het is bekend dat Yellowbirds een hele zware week heeft gehad. Met het overlijden van de voorzitter en een van de trainers Orlando Renferum. Vrijwel alle trainingen lagen stil bij Yellowbirds. En het was dus niet makkelijk voor deze dames van Yellowbirds om het hoofd weer bij elkaar te houden. Cecile Nijman daar als coach bij SCVU. En hier de bank van Yellowbirds, waarbij Wilfred Galant de coach is. Dit is nog Shaya Naarden, die vrijworpen scoort. Ze scoorde 16 punten in totaal. En hielp Yellowbirds dus aan de overwinning van 79-66. Yellowbirds is de eerste finalist.